Even de mond spoelen, want ik zoek overal naar achter. Moet ook gebeuren. Neem ik aan. Dat vind ik zo mooi van Limburg. Hè. Dan zit je nietsvermoedend onderaan de Vaalse berg op een bankje bij een Mariakapelletje pilsje te drinken. En dan compleet onverwacht komt er iets voorbij gemarcheerd. Hartstikke kleurrijk. Prachtig om te zien. En geen idee wat het is. En dat vind ik zo mooi dat je niet weet wat het is. En het is er wel. En ik verdenk niet zo Limburgers ervan dat ze zelf ook helemaal niet weten wat het is. Nee. Oh, dat is echt Limburg, hoor. Als het maar gezellig is, als het maar gezellig is. En wat er op een vaandel staat, oh, dat maakt ons niet uit. Halman een vaandel uit de kast, zolang het gezellig is, lopen wij dan wel achteraan. Ja hoor, dat is Limburg. Ik heb wel gezien, op een vaandel stond Gerlachersvereniging. Nou, ik kom met allemaal, hoor. Als sla je me door, ik heb geen idee wat een Gerlachersvereniging is. En ik weet niet of je wel in het VVV-krantje hebt gekeken, maar daar snap ik ook niet alles van. Wat staat er wel in? Gerlachersvereniging. Hier, kijk eens aan. Contactpersoon mevrouw Geurts in Houtum Sint-Gerlach. Wij weten maar meer. Ik bel heel even met mevrouw Geurts in Houtum Sint-Gerlach, want ik ben toch wel erg benieuwd wat een gelachersvereniging is. Met mevrouw Geurts. Dag mevrouw Geurts. Hier met Herman Vinkers. Ik wilde u wat vragen. Wat moet ik me eigenlijk voorstellen bij een gerlachersvereniging? Allereerst wil ik kwijt dat onze vereniging het bijzonder kinderachtig vindt van de gemeente dat wij de parkeerplaats buiten het Sint-Jozef niet mogen reserveren voor onszelf. Mevrouw Geurts, we betalen flinke huur voor het gebouw en bij dat gebouw hoort vinden wij ook die parkeerplaats. Ja, ik snap het. Mevrouw Geurts, elke keer als we een vergadering hebben in het Sint-Jozef staat die parkeerplaats vol met auto's van mensen die niet in dat gebouw te zoeken hebben. Ja, dat is heel erg vervelend. En u gebruikt natuurlijk het Jozefgebouw voor de bijeenkomsten van de gelachersvereniging. Juist. Nogmaals, mevrouw Geurts, wat moet ik me eigenlijk voorstellen bij een gerlachersvereniging? De heer Engelhard, mevrouw Jansen, dokter Boterman en ik zeg. Ja, ja. Mag ik de vraag anders stellen, wat doet de gerlachersvereniging? We komen één keer in de maand bij elkaar. Mag ik de vraag nog anders stellen, wat wil de gerlachersvereniging? We willen het opvoeren tot 2 keer in de maand. Mag ik het nog anders formuleren, mevrouw Geurts? Wat is de doelstelling van de gelachersvereniging? Ons uiteindelijke doel is een eigen parkeerplaats. Dank u wel.